Als ik op het podium sta, luisteren de mensen naar mij. Maar op school ben ik het die luistert naar de leerlingen. Want dat is enorm belangrijk. Leraren die maken het verschil voor hun leerlingen. Zeker in zo'n zot coronajaar, waarin iedereen het moeilijk had. Ook kinderen en jongeren. Gelukkig houden leraren geen afstand. Ja, anderhalve meter en zo, dat wel. Maar ze laten hun leerlingen nooit los. Ze luisteren, zien wie het moeilijk heeft, ook achter dat mondmasker. Ken jij zo'n leraar? Een luisterend oor, een leraar met een geweldig groot en warm hart? Misschien zullen we hem of haar dan verrassen met een bijzonder cadeau. Ik ben Astrid Verplanken en ik teken en schilder het verhaal van de leraar die jou niet losliet. Ik ben Meteor en ik kom persoonlijk een lied zingen voor die leraar die jou raakt. Ik ben Stijn de Pape en ik schrijf een persoonlijk gedicht voor die leraar die jou altijd moed insprak. Nomineer nu jouw leraar van het jaar op klasse.be. En wie weet, horen en zien we elkaar binnenkort.